Ik was de eerste weer vrouw op tv. En dat ik heel bewust een keuze heb gemaakt om na 28 jaar niet meer het dagelijks weer te presenteren. Dan doe je alleen maar een monoloog. En dat is ook het feit dat ik dat niet meer doe, is omdat ik denk dat ik mensen gewoon niet in beweging krijg. Ik wil graag aan de wereld meegeven dat ik zorgen maak over het klimaat. Grote zorgen wil ik delen aan de mensen. Ik heb het idee dat als ik alleen maar een monoloog hou over feiten van klimaatverandering, dat ik mensen niet in beweging krijg. Dus ik stap graag van het podium af om te luisteren naar de mensen. En samen te zoeken naar oplossingen. En met een beetje humor en enthousiasme probeer ik mensen wel in beweging te krijgen. Ik hou het graag heel erg simpel. Eerst moet je natuurlijk inzicht hebben waar je CO2 bij uitstoot. Het zijn eigenlijk vier dingen. Dat is transport, hè? Hoe vervoer je je en met name het vliegen. Het gaat over eten en dan gaat het met name over vlees. Het gaat over je huis. We kunnen heel veel energie besparen in huis. We kunnen overgaan op groene energie. En het gaat over consuminderen. We hebben eigenlijk veel te veel spullen, kleren. Overal wordt CO2 bij uitgestoten. Dus er zijn eigenlijk vier onderwerpen waarmee we concreet aan de slag kunnen. Ik ben Margot Ribberink. Ik heb 28 jaar het weer gepresenteerd. Ik stap nu van het podium af om mijn zorgen over het klimaat te delen en te zoeken naar oplossingen.